Er is heel veel vraag naar informatie en ook inspraak in TTIP. Meer dan ooit tevoren en meer dan in verdragen die ook nu worden onderhandeld. Bijvoorbeeld zoals met Japan. Eind 2014 is de Europese Commissie onder druk van ons, Europarlementariërs, begonnen met een transparantie-initiatief dat de onderhandelingen over TTIP toegankelijker moet maken. Veel onderhandelingsteksten zijn nu online te vinden en Europarlementariërs hebben toegang tot teksten waarover onderhandeld wordt en die niet voor iedereen openbaar zijn. De onderhandelingen over TTIP zijn de meest transparante die ooit zijn gevoerd, maar wij willen natuurlijk meer. Er moeten wat ons betreft meer teksten online en meer bijeenkomsten openbaar worden gemaakt. We dringen er ook bij de VS op aan meer informatie openbaar te maken. Het feit dat veel informatie die beschikbaar is niet wordt geraadpleegd, laat naar mijn mening ook zien dat mensen gehoord willen worden. En we dringen erop aan dat de Europese Commissie capaciteit beschikbaar maakt om meer inspraak en discussie met allerlei mensen over TTIP mogelijk te maken. Transparantie en inspraak zijn niet alleen een taak voor de Europese Commissie. De Europese lidstaten hebben de opdracht en unaniem een mandaat gegeven voor deze onderhandelingen. De richtlijn opgesteld waar de Commissie zich aan moet houden. En zij moeten daarom ook de verantwoordelijkheid nemen om in hun landen te berekenen en te bespreken wat de impact van betere samenwerking met de VS is voor eigen burgers, per sector en per regio.